Goedemorgen allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Hugo Revens. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan ook niet te abonneren op mijn kanaal. En ja, ik ben al wakker. Dus ik ga zelfs ook nog aan mijn vlog werken. Open thuis gaat nog bellen. Oh, dus ik heb nog redelijk wat te doen. Maar alles komt wel in orde. Hoop ik toch. En nu heb ik geen beeld. Allee. En toch moet het opgestart geraken, omwille van dat ik zelfs ook nog een videogesprek ga hebben met Open Thuis. Dus mijn computer moet werken. Zo, tot ben al buiten. We hebben heel snel aan het verplaatsen. Voor At the Corner, want Open Thuis gaat nog verbieden. Een sms'je sturen als hij de link heeft gestuurd voor de videoboodschap. Dan moet ik haar niet te lang laten wachten. Bij deze. Dus ik zal zeggen, geniet maar van een onrijdje. Met een schatje terug toe. Ja, ik heb vandaag vrij. Van 1 uur tot 4 uur ben ik bij haar. Dat gaat heel leuk zijn. En ik heb dus jullie nog opnieuw een timeslapje gegeven. En ik ben ook voor de tweede keer ook zeg het, mijn vlog in elkaar aan steken. Want ik was nog een stukje vergeten in mijn vlog te steken. En dat was haar filmpje. Bij deze steekt hij er nu ook tussen en nu is hem terug opnieuw aan het re-renderen. Dus ik zal zeggen, geniet maar van de timeslapje. Ben ik bij mijn schatje aankomen en ik heb nog een verrassing voor haar bij. Ja, en die ga ik nu verstoppen. Hier onder mijn jas. Voilà. En dan ben ik nu onderweg naar mijn schatje toe. Ja, schatje, ik heb wel wat buikpijn. Wat? Ik heb wel wat buikpijn. Oh, je hebt buikpijn. Nee, dat kan niet. Jawel. Nee, je hebt gewoon dingen vast. Wat? Powerbanks. Nee. Jawel. Nee. Dat zit hierin, ja. Hoe komt het van dat je buikpijn hebt? Van de vlinders in die buik of wat? Ja. Oh, je hebt nog... Pak maar. Oh god. Wat zit erin? Oh, 2 croissants. Die ga ik nog opkrijgen, schat, vandaag. Hallo, schat. Hey, schat. Dat is toch een verrassing, hè? Ja, maar waarom weer 4? Want... Ik kon niet kiezen. Je had er van elk 1 genomen. Oh, schat, om 4 uur moet je... Uw auto hebben zetten, want dan moeten 2 auto's staan zelfs om 4 uur. Dan moet ik om 3:50 weg. Nee. Om hoe laat komen die? Om 4 uur komt mijn andere begeleiding, maar wij gaan pas ook om 5. Maar dan moet ik toch iets voor 4 weg zijn? Dat ze dan kunnen parkeren, of komen ze dan ook iets zeggen?
Nee, je kunt u dan dichter bij je brievenbus zetten. Niet ertegen, maar dan kunnen er 2 auto's perfect staan. Hoeveel auto's moeten er nu komen? Eentje nog maar. Eentje. Ah, oké. Oké, bij deze. Het is verduidelijkt. Oh. En ik ga lekker in het zonnetje zitten. Dat is lekker warm. Dat is goed. En mijn schatje zit... Het is op het moment dat je aankomt, hè, wou ik dit doen. Maar ik heb wel... Allee, tot zijn we eerlijk terug thuis. Ik heb nog even wat op Pokémon gejaagd, maar zelfs ga ik weer al terug naar mijn schatje. Even... Ja, ja. Ik heb mij nu staan in 9 Pokégyms. 9, hè. Oho. Ik hoop dat ik er nog lang ga in staan. En in een Pokégym sta ik al 4 dagen. Dat is al redelijk lang. Ja, ja. Van mijn kijkers. Post hier uw friends code van Pokémon Go. Hieronder in de comments. Dan ga ik u eens toevoegen in de Pokémon Go spel. Stuur wel regelmatig gifts. Ik probeer daar ook zo wat bij te houden wie gifts geeft. En als je bijvoorbeeld een week, nee, maar 2 weken geen gifts hebt gegeven, ga ik mijn vriendenlijsten ook beginnen wat leeg te maken en ook leeg te houden. Dus daarbij bij mijn vrienden komen, zal ik ook in beeld brengen plus de QR-code, dat jullie het ook kunnen zien en mij ook kunnen toevoegen. Ik ga 2 screenshots hierna bij deze fragment vertonen. Voilà. En mijn vlog is ook gerenderd. Dat is ook al goed dat ik terug thuis ben. Yes, eindelijk. Dan nog mijn jas uit doen, mensen. Voilà. En dan ga ik naar de wc. Ik heb dus een screenshot genomen. Ah, vrij verkeer in Italië weer mogelijk vanaf 3 juni. Live geen akkoord over staatssteun van Brussel Airlines. Ouch. Welke melding krijg je dan nog? Live skateparken en sportterreinen weer open. Jee, je kunt weer gaan skaten. En bij deze blijven de meldingen. Dus maar nu ben ik ook achter mijn laptop gekropen om wel van mijn vlog nog te uploaden. Of anders gaat hem weer al te laat online zijn. Jee. Eigenlijk is dat niet jee. En mensen, reageer ook wat op de comments. Hè. Dus bij deze ga ik nu de video uploaden. Tot zo mensen, even iemand uit de nood geholpen hier in Sint-Truiden. Dus van Kerm naar Sint-Truiden gereden. Even, holy shit man, dat was even rijden. Nu ben ik onderweg naar mijn schat en jawel, ik ga hier vanaf Sint-Truiden centrum richting mijn schat dus filmen. En dan ook weer in een mooie timeslapje gooien. Yay! Geniet ervan. Step into my shoes, maybe then, oh then you know. If you see it through my eyes, maybe then, oh then you go. Oh baby, then you know. If you see it through my eyes, if you see it. If you see it through my eyes, if you step into my shoes, maybe then, oh then you know. If you see it through my eyes, maybe then, oh then you go. Oh, maybe then you know. If you see it through my eyes, if you see it, if you see it through my eyes. Ni no no fee, ni no no fee, ni no 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 fee, ni no no fee. Je hebt het al misschien al gezien mensen, maar ik ben terug weer bij mijn schatje aangekomen. Ja, zeg het maar mensen, je kunt er niet zonder. Hier is nog een aan het lachen. Hallo. Jezus Maria. Ik heb er veel voor over. Echt heel veel. En de cola mee? Nog niet.
Ah, nog niet. Ik heb ook nog niet drinken, hè. Ah. Ik heb water mee naar boven genomen, maar ik ben vergeten. Ah, oké. Okay. Oh. Ja, kijk eens, hier is ze terug. Hi. Ja, dat zwemt in een zee. Een hi. Allee, tot ziens. Een komen en er is een gaan. Ja, ik kan hem wel anders doen. Hier in de dobbelpad. Nee. Bij deze. Ik ga nu naar huis toe. Naar mijn appartementje. Daar ga ik nog naar een joeknol kijken. Een stuk. Ah nee, dat is morgen. Zo, ik ben aan mijn wagen aangekomen. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan dank je wel weer om een deel uit te maken van mijn leven. En van ons leven eigenlijk, hè? Ja, eigenlijk van ons leven, ja. Schat, pak je deken over? Ja, ik pak mijn deken over. Voilà, die gaat nog in de auto. En dan ga ik nog een kusje geven. Nee? Wacht er nog even mee, hè. Moest u toch nog iets geven? Ah ja. Allee, mensen, ik zie jullie allemaal de volgende keer terug. Yo, tot morgen. Mijn schatje wil ook nog iets zeggen op het einde van de vlog. Ik zei gewoon tot snel. Ah, wil je nog iets zeggen tegen de kijkers? I love jullie. Oh la 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 la. Tot morgen. Tot morgen.